kostte ze 15 ontwerpen en 200 uur non-stop onderhandelen. Maar nu ligt hier de slotverklaring van de G20-top in New Delhi. We tellen 83 paragrafen aan tekst. En de Indiase premier, Modi, die noemt de verklaring de meest ambitieuze in de geschiedenis van de G20. Sowieso. Ja, de missionair premier Rutte, die er ook was, ja, die heeft het tegen de Indiase persdienst, ANI, toch liever over een compromis. It was a compromise, clearly, and that's always the case when you come together with multilateral teams like the G20, so the Ukraine. But I was happy with the fact that there were some key elements in the declaration which were very important. But obviously, if I would have written it myself, it would have been different. But I was not on my own. We were there with a whole bunch of people, and I think it was good that India was able to broker a declaration by the 20, by all the members. Ron Keller, oud-ambassadeur in onder meer Rusland en China en oud-adviseur van die G20, die ging met een rode pen door de tekst van de slotverklaring heen en neemt de belangrijkste conclusies met ons door. En vanuit New Delhi is bij ons India-correspondent Lisa Dupuy. Welkom allebei. Dank. Ja, Ron Keller, premier Modi is trots. Hij noemt het de meest ambitieuze slotverklaring ooit in de geschiedenis van de G20. Bent u het eens? BNR Beurs, elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen, dat krijg je niet op een nieuwe wc-rol, zo lang is het. Met de vooruitziende blik van een analist. BNR Beurs, speciaal voor de slimme belegger. Ik denk het wel eigenlijk, ja. Die G20 is 15 jaar geleden begonnen met niks. Het was een grote crisis, economische, financiële economische crisis. Daar moest iets aan gedaan worden. Er was eigenlijk geen platform om dat te bespreken. Als je kijkt waar die club vandaan komt en hoe het nu gegroeid is tot een soort van, nou ja, financieel-economische wereldregering, zou ik bijna zeggen. Okay. Het meest belangrijke platform voor internationaal financieel-economisch overleg. En dat er is eigenlijk op deze aarde. Dus het begint steeds belangrijker te worden. En die verklaring is weer een slag dieper en gedetailleerder en breder. Okay. En dus ook langer. Nou, daar heeft Mark Rutte gelijk aan. We duiken zo in de tekst. Lisa Dupuy, wat was bij deze editie van de G20 het belangrijkste voor premier Modi? Nou, voor Modi was de slotverklaring eigenlijk een prestigepunt. Hij wilde daar per se 100% consensus. Dus hij was inderdaad ook heel erg blij. En ja, als het gaat over een breder document, dat zag hij ook al voor zich. India had een heel breed programma het afgelopen jaar. Ruim 200 vergaderingen zijn er geweest. En die gingen, ja, heel in detail op bepaalde financiële systemen, beleiddeelonderwerpen. Mm-hmm. Dus hij is blij dat hij op zoveel verschillende beleidsvlakken afspraken heeft kunnen vastleggen. Ja, Ron Keller, vorig jaar kwamen ze op Bali samen, die G20-landen. Dat weten we nog. Ja, wat is er dan sterker aan deze verklaring dan die van vorig jaar? Als het gaat om Rusland, de oorlog in Oekraïne bedoel je? Of ja. In een algemene zin. In een algemene zin mag ik daar toch één zin nog over zeggen? Ik sprak over financieel-economische onderwerpen. Maar als je kijkt dat er allemaal in detail behandeld is, en wat er ook afgesproken is tussen toch de belangrijkste landen op deze aarde, als het gaat om het samenwerken in de financiële sector, een meer groene development deal, een soort van Europese groene deal, maar dan op wereldniveau. Bestrijding van corruptie, witwassen, het omgaan met AI, cryptomunten, anticiperen in algemene zin op de digitale toekomst, hervorming van het multilateraal stelsel. Het zit er allemaal in en heel gedetailleerd. Het beginnen met het bouwen van een mondiaal belastingssysteem, ik vind het nogal wat. Dus er staan heel veel inhoudelijke teksten over financiële economie die ons bedrijfsleven, onze economie op termijn zeer gaan raken. Dus het is van belang, denk ik, dat we dat veel meer gaan volgen wat er in die G20 gebeurt. Want het heeft een grote impact op onze economie. Dus dat even in de algemene zin gezegd. Genoteerd. Dan staan er ook een paar paragrafen in over oorlog en geweld. De G20 zegt er meteen bij, wij zijn niet het primaire platform voor veiligheidsvraagstukken. Dat is op zichzelf waar. Daar hebben we de VN-veiligheidsraad voor. Maar die zit natuurlijk helemaal op slot, omdat de grote landen elkaar vetoen. Dus er is eigenlijk geen wereldveiligheidsplatform. Nou, de G20 heeft er dan toch iets over gezegd, net zoals vorig jaar overigens. Al is het maar omdat de oorlog grote gevolgen heeft voor de wereldeconomie en voor mensen, met name mensen die afhankelijk zijn van voedselimport en van energieimport. Daar weten we ook in Nederland alles van, maar laat staan in Afrika. Dus ze hebben ook gezegd, net als vorig jaar, er moet gestopt worden met oorlogen en conflicten en er moet op een vreedzame manier naar conflictoplossing worden gezocht. Dat is vorig jaar ook gezegd. Maar vorig jaar zeiden ze, sommige landen keren zich tegen de invasie in Oekraïne.
En dan dat parafraseer ik even, want dat stond er natuurlijk niet letterlijk. Ja. Nou, vorig jaar is er natuurlijk verschil van mening over wie gelijk heeft en wie niet gelijk. De Russen, hè, en misschien een enkele bondgenoot, maar eigenlijk Rusland tegen de rest van de G20. Er is vorig jaar gekozen om te zeggen, nou, sommige landen vinden dit en sommige landen vinden dat. En dat is weergegeven. Hè, er staat dus ook een aantal, de meeste landen vinden dat Rusland agressief is geweest en die oorlog niet had moeten beginnen. Wat er nu staat, dit staat er nu niet meer, maar er wordt wel verwezen naar de Bali-tekst van vorig jaar. Dus die is eigenlijk integraal overgenomen. Okay. Dat is gehandhaafd, maar er staat nu iets heel belangrijks bij. Ik vind dat een versterking. Er wordt gezegd, waarom zijn we eigenlijk tegen oorlogen? Waarom vinden we dat zo'n invasie niet kan? En dat heeft te maken met het feit dat wij allemaal, alle G20-landen, ook Rusland dus, geroepen zijn en gebonden zijn aan het VN-charter dat zegt, je mag niet een conflict met geweld beslechten, je mag niet dreigen met kernwapens en je mag al helemaal geen oorlog beginnen om je gelijk te halen en de territoriale integriteit te schenden. Nou, Rusland wordt niet expliciet genoemd, maar wie de schoen past, trekken hem aan, denk ik dan. En dit is een veel sterkere tekst dan voor. Hier staan de spelregels die we met elkaar moeten houden in deze wereld. Maar Rusland heeft dat dus ook ondertekend. Ja, maar dat kan ook. Ze hebben Rusland klem gezet, de andere landen. Want Rusland is natuurlijk ook al 75 jaar VN-lid. Heeft dat charter ook onderschreven. Dus ze hebben gezegd tegen Rusland, daar heb je toch zelf ook voor getekend. Maar Zelensky was er, lees ik in ieder geval in internationale media, toch niet al te blij mee. Natuurlijk niet. Ik snap Oekraïne, dat snap ik heel goed. Ik snap goed dat degenen die heel sterk Oekraïne steunen, liever een unanieme tekst hadden gehad waarin Rusland het veroordeelt. Maar daar heb je dan Rusland bij nodig. Dit soort organisaties, dit soort platforms werken alleen met consensus. En daar heb je dus Rusland bij nodig. Ik vind dit een ingenieuze vondst om de spelregels nog eens te herhalen. En eigenlijk tegen Rusland te zeggen, wat jij doet, dat mag niet. Dus eigenlijk staat dat er wel? Ja, het staat er. Je moet heel goed lezen, maar het staat er heel goed. Ja. Lisa Dipvi, hoe zie jij dat? Of hoe zien mensen, media in India dat? Nou, het wordt zeker gezien als een hele goede vondst. De angst was inderdaad vooral van, nou, daar zitten we een economische samenwerkingsverband voor en dan zou de tekst gedeeltelijk sneuvelen vanwege geopolitieke oneenigheid, waarbij India ook nog eigenlijk geen partij wil spelen. Dus dat is één kant. Men is heel erg eigenlijk onder de indruk van het feit dat die formulering is gevonden, mm-hmm, waar iedereen de handtekening onder kon zetten. Er is wel een lezing dat het hier inderdaad duidelijk zeker over een compromis gaat. Het herhalen van dat VN-handvest wordt ook al een beetje gezien als een ondergrens. Sprak die diplomaat van de Europese Unie, die vonden dat echt een ondergrens. Ze zijn blij dat het erin staat. Mm-hmm. Maar het was al bekend dat Rusland dezelfde formulering als Bali absoluut niet zou accepteren. Als dat er letterlijk werd in komt te staan, zeiden ze, dan tekenen we niet. Dus de Indiaanse diplomaten die hebben echt wel heel veel versies van een formulering moeten voorleggen. Ja, maar en de Afrikaanse Unie is bij deze top ook aan tafel geschoven. Hè? Dat was heel symbolisch. Ron Keller, betekent dat die G20 een steeds grotere rol op het wereldtoneel speelt? Ja, dat klopt, dat denk ik wel. Het is ook heel symbolisch, hè, dat Modi zegt, ik wil de stem zijn ook van het zuiden, van de ontwikkelingswereld. En dan is het vanzelfsprekend logisch dat je ook Afrikaanse landen meer bij die G20 wil betrekken. Mm-hmm. Wat ik heel spannend vind, is dat de Afrikaanse Unie is toegetreden als Afrikaanse Unie. Op termijn, maar dat is voor een ander onderwerp, zou je denken, je kan je niet met 193 landen in één zaal zitten en dan de wereld besturen. Dat zeker met alles wat daar nu speelt in Afrika. Nee, dat gebeurt dus. Dat ook nog een keer. Ja. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat die Afrikaanse Unie als samenwerkingsverband, maar ook om inderdaad als instrument om intern in Afrika vrede, veiligheid en ontwikkeling te bevorderen, gewoon tussen Afrikaanse landen en binnen Afrikaanse landen, dat zij als Afrikaanse Unie hierin komen, betekent een steun voor die Afrikaanse Unie, voor het samenwerken tussen Afrikaanse landen. En het vergroot het draagvlak en het, daarmee ook de outreach, om het zo maar goed Nederlands te zeggen, van die G20. Ja. Dus ik vind dat ook weer een hele grote stap voorwaarts. Ja. Wil niet zeggen dat ik heel erg blij ben dat die G20 een wereldregering wordt, want ze missen een aantal dingen. Ze missen democratische controle, ze spreken niet namens alle landen op deze aarde nog, en ze hebben geen uitvoeringsapparaat, want je kan heel veel opschrijven, maar wie dwingt dit af? Ja. Waar is de wereldpolitie die deze verklaring gaat wie functioneert, ja. Nou, tot slot, ik wilde nog heel even Rutte laten horen, want nu die in India is, plakt hij er ook nog de handelsmissie aan vast. En dit zei Mark Rutte zojuist op X over dat bezoekje.
India is booming. Over 5-6 jaar zal het de derde economie van de wereld zijn. Dus het is echt fascinerend om hier te zijn. En zoals jullie zien, ontzettend gastvrij. Heel bijzonder om hier midden in Bangalore, hier op deze drukke straat te staan. Ja, Lisa Dupuy, is Mark Rutte echt zo'n India-fan? Of is dit ook een beetje het gastland paaien? Nou, hij heeft een hele grote handelsmissie meegenomen. Die gaan allemaal naar het zuiden inderdaad van het land, waar inderdaad wel echt de tech-hubs van India liggen. India is steeds interessanter, denk ik, voor landen als Nederland. Zeker als we bijvoorbeeld geen zaken meer willen laten produceren in China. Dan is India een hele goede, heel goed alternatief. Ik sprak zelf Mark Rutte even op aan de zijlijn van de G20. En hij kan het heel goed vinden met premier Modi. Hij is wel onder de indruk van diens presentatie op het wereldtoneel. Dus ik denk dat het een beetje een gevalletje allebei is. Ja. Een gevalletje win-win. Maar hij heeft zeker heel veel bedrijven meegenomen die denk ik wel interessant vinden wat India inmiddels allemaal kan. Dank jullie wel. India-correspondent Lisa Dupuy vanuit New Delhi en Ron Keller, oud-adviseur van de G20. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.